Nou, dat heb ik eerst maar achterwege gelaten bij mijn man. Ik denk die flipt als hij dat hoort. In dit huis van Geert en Bape Nijntjes in het Flevolandse Tollebeek is het sinds 2 weken een stuk drukker geworden. Niet alleen namen ze een gevlucht Oekraïens stel met hun 3 dochters in huis, maar ook hun 19 poedels. We hebben momenteel 19 Oekraïense poedels in huis zitten, plus een gezin van 5 Oekraïense mensen. En dan onze eigen 9 honden, mijn ouders en ik en mijn man. 13 jaar geleden, moet ik hem erbij pakken even. Deze, gekocht van Alexandra, dus de fokker. En sindsdien wel altijd contact gehad. En ja, nou hoorde ik dat gebombardeerd werd. En toen heb ik aangeboden dat ze hierheen konden komen. En toen zaten ze eerst in Duitsland, maar daar werd moeilijk gedaan over het aantal honden. Dus werd politie en zo bijgehaald. Want je mag er officieel maar 5 honden per volwassene hebben, geloof ik. Nou ja, daar komen hun boven. En toen vroeg ze geldje aanbod nog steeds. Nou ja, ja dus. Toen zei ze, ik heb wel een man en 3 kinderen, dat wist ik ook niet. Nou ja, prima, die zijn ook welkom. Ja, en 15 honden. Nou, dat heb ik eerst maar achterwege gelaten bij mijn man. Ik denk, die flipt als hij dat hoort. Maar ja, ik heb zoiets van, dat maakt niet uit. Als het hier nou gebeurt, hoop ik ook dat er iemand zo vriendelijk is om te zeggen, je bent welkom, ondanks dat je 9 honden bij je hebt. En zo niet, dan geven ze me maar een mitrailleur en dan blijf ik hier met mijn honden. I am from Ukraine, from Kyiv. In Netherlands, I was here 2 weeks. 1 week ago, we go to Germany, and after Germany we come to Bape, to Netherlands. It's a hobby of my wife. It's life. It's life. She groomer, she handler, she always washing scissors and do everything with the poodles. Yeah. Nou, communicatie op zich gaat goed als de moeder aanwezig is, want die praat heel goed Engels. Dus daar kunnen we op zich goed mee communiceren, kun je goed dingen uitleggen. Dat is dus nou wat lastiger, omdat de moeder in Istanbul zit vanwege een dekking en een seminar. Dus die was uitgenodigd om naar Istanbul te komen en dat werd voor de betaald. Dus ja, dat moet je dan doen, vind ik. Dat verdient ook nog weer wat. Dus dat is momenteel mooi meegenomen. En, maar ja, dan is communiceren net even lastig. Kinderen. Dus ze zijn, de oudste zie je niet en de andere 2 die doen hun ding. Maar dat vond ik moeilijker als die honden. Ik bedoel, ik heb liever die 15 honden en dan geen kinderen, denk ik. Mijn man hoeft ze niet meer na dit. Weet je wat gewoon is? Wij zijn normaal met z'n 2 en mijn ouders zitten aan de andere kant, maar je leeft ieder je eigen leven. Ik werk veel, mijn man werkt veel, dus als we samen zijn, dan heb je tijd voor elkaar. Maar nou heb je zo weinig privacy. Dat is wel een dingetje wat ik flink onderschat heb. Dat je, weet je, er is niks meer van jezelf. Je deelt alles. Snap je? Dat is best lastig. Telegram, I have many groups who write the information what do in Kyiv, in my native city Zhytomyr. We speak now with you and Kyiv are in air attack now, and my friends, someone of my family, just stayed Kyiv or Zhytomyr. Er is dan bekend geworden dat ze recht hebben op een, hoe zeg je dat, tegemoetkoming elke week. Nou, daar hebben we ook nog niks over gehoord. Ik heb de kinderen aangemeld voor school, hebben we ook nog niks over gehoord. En dan de gemeente is vrijdag, dus dat is afwachten. Hoe of wat. You let it go sometimes, or are you constantly like worried or afraid maybe that something will happen to people you know? Maybe, yeah. I don't know what to say. Yeah, it's difficult. Yeah. Ze blijven tot ze ergens anders terecht kunnen. Punt. Dat is sowieso. Ik zet ze niet op straat. Maar ja, het moet ook haalbaar blijven met geld en zo. Want eerlijk is eerlijk,
Normaal doe ik boodschappen met voor z'n vier en dan zit ik op 800 euro. Nou zit ik op 250 à 300 euro per keer dat ik boodschappen doe. Dus ja, het kost gewoon een hoop geld, punt.